Maak kennis met de gevaarlijk lekkere foodtruck van Dominique en Daphne Ros. Hun missie? De wereld verblijden met hun spannende ontbijt- en brunchgerechten. Met hun foodtruck trekken ze het land rond en samen koken ze de pannen van het dak. Vuurwerk verzekerd dus in Toasted on Wheels. Good morning, Angel. Goedemorgen. Hoe is het? Heel goed. Kijk, zon schijnt. Veel mensen hier aan lopen. Mama, maar eet maar de koffie. Ja. I need it. Zonnetje in huis. Please, darling. School, hè? On a wonderful day. On a wonderful day. Ik kan nog een hapje mee. Laat me even denken. Zou dat iets met chocola zijn? Ting, ting. Wat ben je? Satisfaction. Oh, is dit een Rolling Stones? Dat is de tong van de Rolling Stones. Mag ik dat eten, allemaal? Of course, je mag zomaar een beetje. Yummy. Dus aardbeien, limoen en vodka. Mm. Satisfaction. One of my favorite combos. Wat ga je maken, schat? Shoot. Een pimped op crème pâté. Iedereen kent crème pâté. En ik vind dat soms een beetje saai. Dus heb ik met vrienden in IJsland die gerechtje ontdekt. Ik zag dat zo, ze hebben zo, ja, wij gaan echt kei lekker maken. We doen speksjes, we doen champignons, we doen shallot, rozemarijn en thyme. En dan opzetten en dan in de oven. En ik dacht zo, mm-hmm. Amai, hebben we dat geproefd? Met de kinderen allemaal, we hebben de bordjes afgelicht. Shoot, wat moet ik doen? Je mag natuurlijk de shallot snijden. Hè? Ik heb intussen de oven opgezet op 180, 200 graden. Kijk, je ziet dat de speksjes, die hebben ook vet on. Dus ik ga niet extra vet gebruiken. Ja. Ik ga wel hier een paar champignons snijden. Eet je graag crème pâté? Heel graag. Ik vind dat leuk zo op een brunchtafel. Ik heb dat niet elke dag, maar deze versie, ja, dat mensen kan verslaafd aan worden. Ik kan klein beetje olie gebruiken, maar echt niet veel. En je ziet, dat is een groot stuk. Dus je gaat makkelijk met 18 mensen van dat genieten. Eventjes de shallot in de pan. Gewoon even laten zweten, zo een beetje in de olie. En dan de speksjes erbij. En dat geeft ook smaken voor het gerecht. Ik ga een klein beetje thyme inzetten voor de kruiding. En een klein beetje rozemarijn. Ik vind het niet nodig dat je hier zout op doet, want spek is vrij zout. Mm-hmm. Intussen, weet je, dek je op tafel, bordjes aan tafel, kids roepen. Ik ga dat eten met een geroosterd brood. Mm. Nu hebben we de leuke witte broodje. Ja. En als jij die wil gewoon beginnen roosteren, hier, dan kunnen we die snijden in zo'n driekant. Oké. Okay. Ik ga nu al die champignons bijzetten. Wil je een klein beetje peper over doen, alstublieft? Yes. En ik heb hier een hele mooie ovenschaal. Als jij dat mooie stuk kan inzetten, maar ik zou klein beetje vetstof onder, jongen. Maar we spreken over druppeltjes. Fantastisch. Voilà, de eerste toastjes zijn nog reeds. Ja. Keep on cooking. Keep on toasting. Toasting on wheels. Ah, het is de link met het programma. Hey, oh. Hey. Er is over nagedacht. Ja. Dan meneer, aan je nongertje. Wat kan hier een keukenprinsesse mee? De dikke koken, weet. Gaan we die crème pâté gewoon in de mooie schaal leggen? Ja. Helemaal erin? Ja, helemaal. Volledig? Ja. Het is food sharing. My god. En moet je dat aandoen of is dat... Nee, ik gooi het hier maar allemaal over. Mooi. Oké. En dan happens the magic. Af en toe maar. Je had nog 100 kilometer meer kunnen doen vandaag. Oké. We gaan hier afzetten. En misschien klein... Quality control, hè? Always quality control, hè? Mm. En dan lepelen we dat gewoon hierover. Allemaal. Daarom noemen we dat pimped up. Mooi, en dat smelt direct weg. Zal je dat zo proberen te doen? Ja, doe maar. Dat is wel een zware pan, hè? Alright. En dan een beetje rozemarijn en thyme voor de parfum. En dan in de oven? Ja, tot dat begint echt te smelten. Zo 10 minuten, denk ik. Je gaat mensen lokken met chocola. Always.
Dankjewel. Ja, en direct komt de nacht stevige kost, hè? Oké, coming through. Yes. Maar hoze, kijk eens hier. Hopla, hopla. Hot stuff, hot stuff. Momento. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Lieve mensen, komen jullie dichterbij? Jullie komen proeven? Dat smelt echt, hè? Alsjeblieft. Dank u wel. Dit is lekker. Maar dat ziet er wel lekker. Ja, 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 ja. En? Lekker. Dat is anders, hè? Dat is gewoon een crème pâté, maar dat is een beetje iets meer spannender maken, hè? Dat is precies zoals in bed, hè? Een beetje sexy lingerie en ze zijn vertrokken. Mmm. Ongelooflijk dat dat echt smelt, hè? Ja, hè? Heel goed. Bon, schatje, ik moet zeggen, ik ben zwaar onder de indruk van je crème pâté. Dus ik moet hier nog meer uit de hoek komen. Nog meer vet, nog meer spek. Ik kon er nog een keer over gaan. It's a deal. Ja, it's a deal. Maar dat is niet om te vetsten, hè? Ik ga een uientaart maken. Een tarte à l'oignon. Met heel veel spek in. Voilà. En tof is, ik ga mijn spek barbecuen. Dus grill voor die extra smoky flavor. Oh, I love it. Maar we beginnen natuurlijk een tarte à l'oignon. Met onze basis. Dus ik heb hier een pan. Bakvorm. En ik heb hier een kruimeldeeg. Yes. Niet gezoeten. Dus dat is een neutrale deeg. Ja. Ik denk niet dat we dessertje gaan maken. Hè. Doe maar. Zwier maar en schoon met liefde erin duwen. Je weet toch dat ik gesprek met Miss Clumsy. En ik ga er nog een ronde chip leggen. Dat mijn deegje zo weinig mogelijk beweegt. Kijk, stik dat maar in zijn bedje. Jij? En nu heb ik hier de magic mee. Wat is dat? Dat zijn geen snoepjes. Oh, ik wil dat net in mijn mond steken. Ik zou het niet doen, dat is slecht voor je tand. Echt? Dat zijn gewoon ijzertjes. Dat is prachtig, maar we kunnen ook droge bonen en zo inleggen. Ertjes, dat is gewoon de bedoeling dat je deze schone gelijk bluft. Voilà, een beetje het randje eraf. Perfect. Fantastico. Ideaal. Nu, mijn oven staat op 180. Ja. En dan moet er ongeveer 10 minuutjes in. Oké. Okay. Je mag die spekreepjes, dus ik heb gezouten spek en gerookt spek. Ja. Er zijn twee soorten spek. Mm-hmm. Dus dat gezouten spek mag je mooi die pruim daarin rollen. Oké, okay. Dat is een job voor mij. En ik ga ondertussen hier een schoon stuk spek afsnijden. Eén pruim per spek. Eén pruim per spek. En dat is wel zonder pit, hoop ik. Dat is zonder pit. Dus spek heeft altijd een vel. Dat is eigenlijk het vel van het zwin, het vel van het varken. Het zwoert en dat gaan we eraf snijden, want dat is een beetje te taai. Ondertussen is mijn barbecue al een klein beetje warm. Ik ga mijn stuk gerookt spek hier al op de barbecue leggen. En voor extra smaak te geven, heb ik hier vuurkruiden. Die roken een beetje noordig, vind ik. Noordig, ik denk dat dat begint roken. Mm. En heel belangrijk is dat we die barbecue toehouden, dat die rook schoon in ons stuk vlees komt. Oké, okay, ik ga ondertussen die ui snijden. Maak ik de uitjes in. Alsjeblieft. Het is een tarte à l'oignon. Maar het is belangrijk dat het mooie verse pruimen zijn, dat ze nat zijn. Ja. Want als je een droge pruim hebt, gaat dat niet. Nee, maar je kan dat ook laten weken in water, hè? Ja. Een droge pruim is vrij hard in je mond. Het is wat? Het is wat? Nee, die zijn dan zo een beetje nissen. Soms vraag ik me af... Als je erop duwt, is dat nogal zo... Ja, soms vraag ik me af of jij bij mij aan het zwansen bent, zo, op de tv. Dat mensen met mij lachen, omdat ik dat niet snap. Maar je snapt dat allemaal, hè. Voilà, mijn oignons zijn klaar. We gaan hier een stukje boter in de pan doen. Er mag een serieus stukje in. Ui mag erin. Dag meisjes. Hoe is het? Een beetje honger? Ja. Ah, kijk, het is bijna klaar. Hè? Voilà. Ik heb alles opgerold. Nu een belangrijk moment. Je mag 8 volledige eieren. Hierin. En 2 dooiers. Extra dooiers. En dan hebben we 8 deciliter room. 1. Hopla! Fantastisch. Ik kan een keer mooi loskloppen. Ja. En dan mag je daar peper en zout en ook muskaat. Niet te veel zout, toch? Niet te veel zout. Er zijn veel mensen die ook bang zijn om te kruiden. Hè? Dat mag niet. Dat is eigenlijk wat een lekker smaak geeft. La la la.
keer een keer hier zijn. Fantastisch. En dan opdrinken. Ja, dat is een proteïneshake. Ik daag je uit. En nu, moment supreme, ons superstukje gerookt spek ga ik eruit halen. Fantastisch. En nu hebben we gewoon gerookt op de barbecue. Voilà, zie. Heerlijk, hè? Oh, wauw. Dat is echt ongelooflijk. Dat is zo simpel. Hoe wil je dat snijden? Ik is gewoon een dobbelsteentjes. Maar ik zal die kruiden die erop liggen er een klein beetje afschrijven nu, want anders gaat het te veel worden. Ik ga ondertussen die pruimpjes hier een keer grillen. Nog een beetje van mijn vuurkruiden erover. Want barbecue is ook veel smaak geven met je kruiden. Hè. Ja. Ik denk dat mijn basis hier is klaar. Voilà. Onze taartenbodem die is klaar. Onze ijzertjes. Die gaan we recupereren. Maar kunnen we hier zijn. Oh, Maarten. Maar dat is perfect. Nu ben ik eigenlijk benieuwd. Nou, ben met een beetje ajun. Schone verdeling. Dat is echt het bodemtje van onze uitjes. Dan het bodemtje van onze spekjes erop. Ja. En nu mag je het idee. Ik heb een beetje een vrouwelijke hand nodig nu. Oké. Okay. Schone, zo. Allemaal in een dingetje leggen. Lekker blommetje. Oké. Dat vind ik leuk. Hebben we er voldoende? Keer een keer dat, hè. Voilà. Mag, hè. En nu nog een beetje extra spek. Het is dat gezouten spek, dat gerookt spek. Volgens mij is dat wel spek genoeg. Het restje van onze aangebakken ui. En nu met heel veel liefde, je kunt dat wel, hè. Ons eierbeslag erop. Hier, Sjana zat toe aan het randje van het koksje. Ja. En die mag in de oven. Geen kaas of niks? Ah, de kaas. Ja, god, maar ja, denk ik. En nu 20 minuutjes aan 180 graden. En onze tarte à l'oignon is ready. Oh, you got that something wonderful, that certain taste. Oh, that's just what I've been looking for. Voilà, zie. Wauw, prachtig. Hopla. Voilà, zie. Nou, dit is echt te hangen. Voilà. Hier, zeg. Kom rol hier. Hou je lange noemen. Wauw. Dank u. Alsjeblieft. In orde? Oh ja, dat is fantastisch. Oh, ja. Meneer met de velo, moet je een keer proeven? Heel lekker. Nee, dat is een speciale. Maar spek met de heer zijn mee. Huh? En natte pruimen. Spek met de heer zijn natte pruimen. Ideaal. Godverdomme, dat is lekker. Ik heb iets fantastisch om mee te eindigen vandaag. Weet je dat rabarber is een van mijn lievelingsproducten? En ga ik zo'n rabarbersoepje maken? En wij gaan dat eten met geitenkaas en een beetje crumble. Dus ik kies ofwel is het een dessert, ofwel is het gewoon zoals een eten als een yoghurt en zo. Weet je, als een lunch. Een gezond dessertje. Of ontbijt. Of brunch. Je mag kiezen. Ja, oké. Stel je voor dat je wil dat recept maken in de winter. Dan kan je altijd rabarber kopen in de diepvries. Maar nu, we hebben geluk. Ik heb dat bij de buren geplukt. Ja, dat is bijna een onkruid bij de buren. Wat ik doe, is gewoon een stukje snijden en in water koken. Zoals mensen doen voor confituur en zo. Hè. Mm-hmm. Misschien kan je alsjeblieft de pot aanzetten. Aanzetten? Gewoon aanzetten. Ongeveer 300 milliliter of zo. Maar het hangt vanaf hoeveel mensen je gaat serveren. En dat mag allemaal in de pot. Dat is zo simpel. Als klein meisje, ja, 6, 7, 8, liep ik door de hoven van de gardens van die buren, plukte de rabarber overal, in mijn zakstok naar huis, suiker in een zakje en dan tip je dat zo in. Dat was echt homemade snoep voor... Een beetje Pippi Langkousachtig. Ja. Maar toen mocht ik nooit snoep eten, dus dat was mijn manier om tegen mijn ouders gewoon achter hun rug snoep eten, natuurlijk. Suiker, 300 gram, dat is genoeg, hè. En dan laten we het koken eigenlijk tot de rabarber gewoon eigenlijk smelt. Ja. Intussen ga ik hier onze yoghurt geitenkaas basis maken.
Een hele lekkere baa van een goede geit. En altijd goed dat de geitenkens een beetje zacht is. Want anders heb je een probleem om dat goed te mengen. Mooi vers. Maar kijk, kijk eens in hier. Ik moet weer een zwarte job doen. Oh. En ik ga dat mengen met Griek yoghurt. Ik persoonlijk, ik hou van de balans. Ik vind soms dat too much goat. Ja. Een beetje te strak van smaak. Ja. Zo. Dan een zesde van limoen. Dat is echt lekker. Zou je voor mij die... Een vanillestokje. Vanillestokje. En kan je dat zo van binnenuit helemaal hierin doen? Daar heb ik al veel mee geoefend. En de zaadjes en je yoghurt? Alba, ja, echt alles daarin. Intussen ga ik gewoon even die limoen masseren. Oh, dat is goud waard, hè? Roeren. Squeeze. Je moet weten natuurlijk achteraf. Dan komt die rabarbersoepje erbij en die is vrij zoet. Dus dat hoeft ook niet heel zoet te zijn. Ja. Dan moet de balans. De zoetheid komt zo biet met, you know. Ja, het is wel zuur in u. Kijk, je ziet, de kleur is fantastisch en die rabarber is eigenlijk gesmolten. Dus ik ga die gewoon eigenlijk afkoelen en zeven. Mm-hmm. Voor ik dat samenzet, zou ik zeggen voor mensen thuis, als je zegt, ja, voor mij moet er een beetje meer zoetheid in, dan kan je altijd een beetje agave of een beetje honing. Ja. Maar trust me on that one, dat is zoet genoeg. Ja. Nu zeven dan. Oh, dat is zo mooi, hè. Het is echt zo'n mooie kleur. Kijk, niks weggooien, want wij gebruiken nu iets met het dessert. De rest doe ik in flesjes thuis en ik meng dat met bruiswater en heb je een hele lekkere frisse drank. En die pulp doe ik ook in de ijskast. En als ik yoghurt eet, ik gebruik dat als honing. Dus je mengt dat thuis met yoghurt. Dus nooit niks weggooien. Nooit. Nada. Ik zie dat veel mensen zijn hier gekomen om te komen proeven. Ja, dat zou wel zin. Ja, hè? Pakken. Oh, wat klein geduld. Ik heb hier zo speculaasachtige koekjes. We gaan dat gebruiken als een krumpel. On top of onze gerechtje. Wil je allemaal proeven? Ja! Woe! Yes! Dus, een goede lepel van de geitenkaas kreeg yoghurt. De rabarber soepje, zoals ik dat noem, daarover. En dan die mooie krumpel hierop. En een beetje munt. Ja, maar Antje, kom maar. Hier, kom. Je stond hier te eerst. Ik ben benieuwd. Alsjeblieft. Gezond, fris. En is het in orde, madame? Rabarber. Ja. Is mijn lievelings. Heel lekker. Heel lekker. Oeh, dat zijn mijn dikke vriendinnen. Zeg, Dominique. Alsjeblieft. Wij moeten proeven gewoon van de schaal. Ja, wat denk je? Allemaal heb. Kijk, mag het hier met... Zullen we gewoon zo doen? Mag de pot uitleggen? Ja. Mm. Dat is toch ongelooflijk lekker. Super lekker. En die combinatie met dat zoete en dan die zuur van die ding. Ik ben lekker. Zo zelf verrast. Salut. Merci, hè. Geniet van jullie dag. Ja, Kappie. Oh, ik ben zo blij. De dag zit er alweer op. Het was een super lekkere afsluiter. Was super lekker. We did it again. Yes. Baby. Dat was het. Oh, je krijgt een knuffel. Super lekker.